are you doing for the holidays this year? Ja? Nina? Hoe kan ik nou zien of die scherp staat? Daarachter, dat kan ik toch niet zien? Kijk, dat doe je zo. Ja, maar is dat scherp? Hoe slim is dit? Zie je leuk de camera, de boom? Je ziet heel leuk de camera. Zie je de boom? Die zie je ook. Oké. Leuk! Lachen met Nina, Tabby. Tuna. Tuna, wat? Hi guys! Vandaag ben ik... Vandaag ben ik samen met Sophie. Alweer! Iedereen is zo... Nee, niet jij weer. Oké, nou, wij gaan vandaag de Christmas stack doen. Ja. Omdat wij allebei heel erg veel houden van Kerstmis. We zijn allebei van dat soort freaks, weet je wel. Ja. Kijk wat we aan hebben. We zijn twins! Ja. Heel erg veel zwijk hebben wij. Gingerbread. Dat zie je natuurlijk niet. Nee, dat zie je niet. Niet hoog. Niet. Oh. Nou, oké. Wij gaan dat dus vandaag doen. En we hebben er heel veel zin in. Dus we gaan allemaal hele leuke vragen voor jullie antwoorden. Ja. Super zin met kijken! Het is een beetje een holiday / Christmas tag. Ja, dus we gaan eerst niet hele erge Christmas vragen beantwoorden. En daarna gaan we de Christmas vragen beantwoorden. Ja, dus we gaan wat bedoelen. Ja. Oké, nummer 1. Moet ik het Engels doen? Ja. Even vertalen, ja. Welke... Welke feestdag? Feestdagen vier je? Kerst. Oud en nieuw. Kerst, oud en nieuw. En een beetje Sinterklaas. Verjaardag. Oh, het gaat over heel het jaar. Ja, ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk het niet, we doen de Christmas thing. Dan gaan we toch niet over Pasen. Oké. Maybe. Ik vier Sinterklaas. Een beetje. Christmas en oud en nieuw. Ja. Hetzelfde. We gaan naar nummer 2. We zetten alle vragen even hieronder of zo. Wat ga je doen voor de feestdagen? De feestdagen dit jaar. Ja. Wat ga jij doen? Met familie en zo. Zo, als ik cadeaus. Ik ga de eerste dag gaan we ook cadeaus doen. Oh ja, dat ga ik allemaal vloggen. Dus kijk gelijk naar mijn. Oh nee, maar ik heb. Ga gelijk naar de vlogkanaal. Ik heb shit, die heb je niet. Wat? Ik zat nog echt. Oh nee, wat heb ik helemaal niet? Op dit kanaal ga ik ook mijn vlogs plaatsen. Dus die moet je zeker ook gaan kijken. Nou. Oh, is heel mooi. Oké, nou, de eerste kerstdag ga ik gewoon even mee, de tweede dag kerstdag ook. Ik zei tweede dag ook. Kerstdag. Ik zei tweede dag kerstdag. Ook. Nou, dan ook. Dus dat is leuk. Ja. 3. Wat is je favoriete feestdagen drankje? Nou, je wil niet wat denk jij dan? Meid, wodka. Malibu. Nee, warme chocolademelk. En thee. En thee. Nummer 4. Candy cane of gingerbread man? Nou, gingerbread hebben wij niet hier in Nederland. Jawel, gisteren, Tasha, ik weet dat je dit kijkt. Tasha kijkt dit vast wel. Gisteren bij mijn kerstdineetje van de klas, toen had Tasha gingerbread cookies gemaakt. En die waren echt super lekker. Ja, die waren ik heb nog nooit geproefd. Maar ik hou niet zo maak van. Maak ook even mee. Ik hou niet zo. Net zoals lollies, ik vind het niet zo lekker. Dan moet je er zo lang over doen, weet je. Ik denk een candy cane. Wat nee, jij? Ik denk dan gingerbread cookies. Oké, nummer 5. Wat is je favoriete holiday / Christmas song? Ik ga hem even laten luisteren. Ja, ik ook. Wacht, voor mij zijn heel bij. Ik weet niet welke, ik heb er heel veel. Ik vind deze leuk, ik wacht. Je kent hem wel. Kijk, en dan vind ik het zo leuk. Ik ook. Deze is zo leuk, wacht, ik voel me er gewoon uit. Oh, die vind ik wel. Deze is goed. Ja. Bellen. Ik heb wel bed karakter. Luckily. Hoe heet die dan? Why couldn't it be Christmas every day? Why couldn't it be Christmas every day? Nou jongens, als jullie die even... Ik heb maar ook gewoon de
Weet je wel, de typische, zoals mistletoe. Nou, ja. Dat is niet echt typisch. Zoiets wil Last Christmas. Ja, daarom. En I Want for Christmas. Precies, al die liedjes vind ik gewoon wel. Ja, en ook It's the Most Wonderful Time of the Year. Maar gewoon dat deuntje. Van, ja, hè? Michael Bublé is ook, die heeft echt een hele ik heb gewoon een soort van een artiest die ik echt geweldig vind. En dat is gewoon Michael Bublé. Ken je hem niet? Jawel. Nou, mijn vader is helemaal fan van deze is leuk. Ja, oké. Maar dat is ook gewoon een normaal lied, hè? Ja, niet een normaal lied, zeg maar. Maar zomer... zijn liedjes vind ik ja, maar hij heeft echt een hele mooie stem. Iedereen kent hem waarschijnlijk wel, behalve Gina. Die wist nog niet echt dat dit een normaal lied was. Pas echt was. Gewoon netwerkelijk, echt erg leuk. Dat komt hier. Toen heb ik een liedje met Ariana genomen. Nee, genomen. Christmas. Dit is zo'n soort van stem, wat echt wat vroeger is. Ja, dus maar... echt heel erg... 6. Wat is het raarste cadeautje wat je ooit hebt gekregen? Je krijgt toch geen rare cadeautjes? Nee. Hallo, ik maak een verlanglijst hoor. En ik bedoel, daar staan toch geen rare dingen. Ik zit heel het jaar door. En ik wil dat, Ja, ik ook. Maar mijn ouders weten dat echt niet meer aan het eind van het jaar. En waarschijnlijk wil ik ook dan nog meer. Ja. Ik weet niet, ik heb echt een raar cadeautje. Nee, ik heb ook ik weet niet, ik weet niet wat ik vorig jaar heb gekregen van kerst. Nee, dat weet ik niet. We hebben geen rare cadeautjes gekregen. Nee. Oké. Okay. Nummer 7. Heb je ooit een keer een snowman gemaakt? You wanna build a snowman? Natuurlijk. Ik ook al. Toen ik klein was. Hoe lang geleden is dat al niet? Toen ik ben niet. Ik denk... Ik was nog niet verhuisd. Het is iets van 7 of zo. Oh, dat is al lang geleden. 6. Ja, maar ik wou... Kijk, ik wil wel sneeuwmannen maken. Sneeuwmannen. Ik wil wel sneeuwpop maken, maar... Ik weet niet, dat... Je gaat niet echt zo met dat al die sneeuwballen op de sneeuw lopen rollen. Nee, maar alsnog, weet je niet hoe lang geleden het wanneer is dat het kon? Ja, en dat in de eerste. Ja, maar in de eerste was het niet zo erg sneeuw dat het zo pakkend was. Oké, 8. Wat is je favoriete winter... Scheur. Oh, de scheur? Weet je niet wat het betekent? We denken dat het geur is. Nee, ja, dat staat er geloof ik op. Zodat het niet zo is? Nee, het is wel zo, geloof ik. Oké. Oké, gok het. Nou, Fabio, we zijn niet slim. Maar mij is ik niet echt sterk of zo. Nou, maar ik ook niet echt van kaneel of zo. Maar nee. Er is één zo'n kaars van de Prima. En die ruikt echt zo lekker. Echt? Ja, die is echt lekker. Echt heel erg kerstig. Nee, is echt heel erg lekker. En hij heet gewoon iets van Winterberry. Maar ik wil hem zo heel erg van. Ik hou heel erg van die beste vrienden. Zo'n aardbeien. Ja, ik hou niet van dat soort en van die typische. Van nee. Pumpkin spice. Ja. Cinnamon. Cinnamon. Nee. Ik heb meer van dat soort verschrikkelijk dure dingen. Wat ik ook. Niet verwacht van mijn ouders. Ik ook echt niet verwacht dat ik zo zit van. Nee, ik verwacht ook echt ik niet dat ik zo'n. Ik had zo'n Sonos box gevraagd en die zijn iets van 300 euro of zo. Oké, 10. Wat vind je het meest belangrijk tijdens de feestdagen? Cadeaus! 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 Nee, oké, dat was echt een grapje. Nee, gewoon dat je met elkaar bent en zo. Ik vind familie en dat is enorm typisch. Zo van, nee, maar kijk, tuurlijk, oké, ik vind het niet erg ook cadeautjes. Maar iedereen zit altijd zo van, ik moet nog kopen, cadeautjes kopen. En dat heb ik zelf ook al hoor. En ik zit ook altijd wel zo van, het is wel leuk als ik cadeautjes krijg. Ik moet zo zeggen. Maar ik weet niet, ik vind het toch ook wel heel erg belangrijk dat je dan met familie bent en zo. Dat vind ik heel erg. En dat je met elkaar bent en dat het gezellig is. Nu komen de kerstvragen. Echte kerstvragen. Ik ga weer. Jazz hands. Ga maar. Nummer 1. Wat is je favoriete kerstfilm? Home Alone.
Ibiza, weet je wel, verliefd op Ibiza. Ja, Home Alone. Ik schrik me helemaal de handjes. Hi. Hallo. Ja. Nou, mijn favoriete film. Moet ik je doen? Ja. Nee, ik zei dan wat ik er. Home Alone 1. Nee, ik was nog niet klaar. Mijn favoriete film, zeg maar. Home Alone 1. Love Actually. Ken je die? Nee. Oh, dan moet je echt kijken. Het is echt geweldig. Echt? Zit je Netflix? Nee, dat denk ik niet. Hij komt echt elke keer zelf. En, Best gewoon Home Alone. Oh, en de Polar Express. Die! Oh, die is zo leuk! Is maar ook geweldig. Wat ook leuk is, van, je weet al, die man met het groene haar, hoe heet die nou? Met dat groene hele gezicht. Cringe. Ja, hij. How the Cringe. Die heb ik heel lang niet meer. Christmas. Die is zo leuk. Gekeken. Mij vond ik wat verschrikkelijk. In de Polar Express. Die! Oh, die is zo leuk! Is maar ook geweldig. Wat ook wel leuk is, van je weet al, die man met het groene haar, met die nou? Met dat groene hele gezicht. Cringe. Ja, hij. How the Cringe. Die heb ik heel lang niet meer. Christmas. Die heel is zo leuk. Gekeken. Oké, okay, in ieder geval, we gaan naar nummer 2, want we willen het dan aan. Wat is je favoriete kerstmiskleur? Goud. Goudje. En ja. Mij ook. Ja, maar goud, ik vind goud heel het jaar door wel heel erg mooi. Oké. Vind je het leuker om in je pyjama's de kerst te vieren of helemaal dressed up? You know? Nou, niet dat ik helemaal op de huis loop. Nee, maar ook niet dat ik in mijn een of andere zonder broek loop. Ik vind het allebei. Ik vind het geweldig om hier lekker in te zitten maar... en in mijn sexy jurk in te maken. Nummer 4. Als je maar... Ja. Als je één iemand een cadeautje kan kopen dit jaar, wie zal het zijn? Eén cadeautje dat je iemand kan kopen. Nee. Als je maar aan één iemand een cadeautje kan geven. Precies dat. Mijn moeder, denk ik. Ik denk... Oh, mijn vader. Ik denk mijn vader. Mijn vader echt gewoon dit jaar echt gewoon mij overal heen gebracht. 5. Wanneer gaan jullie de cadeautjes openen? Nou... Dat is altijd verschillend. Ja, maar nu doen we het in de ochtend. Ja. Wij gaan het dus we gaan dit jaar in de ochtend doen. 25 december in de ochtend. Maar we ook een keer... 24 december kerstavond gedaan. En ook was gewoon op de dag. En we gaan dan nu een beetje middagachtig. Daar ga je of tenminste. Ja, dat heb ik. Oké, 6. Heb je ooit een keer een gingerbread house gemaakt? Nee. Dat wil ik wel niet hebben. Want ik zet van koffie in de markt. Moet je helemaal gaan bestellen en zo op site. Moet je helemaal gaan bestellen op site. Ja, dat is allemaal weer hartstikke duur. Dat doen we niet. Oké, 7. Wat vind je het leuk om te doen tijdens kerstvakantie? Schaatsen, denk ik. Schaatsen vind ik wel leuk in Amsterdam. Kerstmis wensen. Gewoon dat het een leuke kerst wordt. Ja. Oké, 9. Favoriete kerstmisgeur? We hebben net al geantwoord. Gewoon rustig, iets lekkers. Handdoeken. Nou, Jos, de laatste vraag. Favoriete kerstmisvoedsel? Je mag! Lekker, gewoon in het algemeen goed voedsel. Voedsel is gewoon lekker. Ik kan niet kiezen. Ja. Nee, toch? Burger King! Ik heb dus een nieuwe camera en ik hoop dat jullie het erg mooi vonden. Mooi vonden, vinden. Vinden. Ja. En fijne kerst! Fijne kerst! Merry Christmas! Ja. En doei! 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 Doe ik altijd, hè? Onze love. Doei. Onze kerstwens. Doei. Oh, doei.